Hey YouTube, tof dat je kijkt naar een nieuwe review hier bij Thomas Opent. En het is tijd voor een beetje, ja, collab brew. Beetje, behoorlijke collab brew. Een collaboration tussen La Trappe en Brewdog. Van alle dingen die je misschien ooit had kunnen bedenken. La Trappe. Echt een abdijbier, een trappistenbier. Ja, de trappisten logo en alles. Weet je, en dan ineens Brewdog, weet je. Daar zou je niet echt denken dat dat een logisch is, maar daar staat hij. Het is the practice what you preach. Het is een La Trappe quadruple, maar dan met Amerikaanse hoppen en Schotse heidehoning. Leuke combinatie. Wat Amerikaanse hoppen betekenen, weet ik ook niet. Ja, ik weet wel wat het betekent. Als in hoppen die in de New World, toen in Amerika, weet je, heb je heel veel van die hoppen die daar... Hoppen planten, dat zijn... Je hebt van die regionale dingen, dingen per continent en dergelijke. Anyway, daar komt het natuurlijk op neer. Maar ze hebben niet echt gezegd welke hopsoorten. Dus ja, maak er maar van wat je wilt. En die heidehoning. Op zich wel een leuke combinatie. Wat ik verwacht is dus een quadruple die iets meer die honing, dat soort van kruidige, zoetige van honing heeft. En natuurlijk wat meer uitgesproken hoptonen. Denk waarschijnlijk aan wat tropische vruchten, wat meer citrus, dat soort dingen. Maar het is wel een heel erg leuk concept. Ik heb dit bier gekregen in een mooi pakket van batch21.nl. Onder in de omschrijvingbox vind je even een link naar hun webshop. Dus moet ik ook zeggen, deze video is gesponsord en mogelijk gemaakt door Batch21. Dus dank daarvoor. Er gaat ook wat tegenover staan met de code Dutch Beer Collective 15, Dutch Beer Collective 15. Ik doe hem ook even in de omschrijvingbox. Kun je tot en met 15 januari 2022 15% korting krijgen op je bestelling bij Batch21. Dus... Maak er gebruik van als je wilt. We gaan naar het bier. Flinke fles, 75 cl, 750 milliliter, 10% in alcohol. Ik schenk er nu een beetje van in. Doe even een leuke dop erop die ik heb. En ga dan lekker vanavond er verder van genieten. Even kijken hoor. Brewed at La Trappe Trappist Monastery in the fall of 2020. Het bier is dus een beetje een jaar oud. The 10% exploration of past and present... was developed over an early morning tasting at Brewdog's headquarters in Ellen. The name originates from the desire of both breweries to leave the world better than they found it. Therefore, part of the proceeds are donated to charity. Dus een gedeelte gaat naar het goede doel. Geen idee welk goed doel, staat er allemaal niet op. De ingrediënten zijn water, gerstenmout, glucosestroop, honing, 0,5%, tarwemout, hop, gist en suiker. Ja, ik ben benieuwd. Ik ben heel benieuwd. Het logo ziet er wel gaaf uit. Het heeft iets zowel... Je ziet een beetje zo'n soort van... als je dat zo ziet, je ziet een beetje zo'n soort van... Hoe heet zo'n raamwerk? Glas in loodachtig iets. Komt er een beetje mee over. Dat is dan een beetje link naar dat trappistenverhaal natuurlijk. Met zo'n lettertype dat een beetje... Ja, middeleeuws aandoet. Het heeft wel wat. Het heeft wel wat. Ik weet het niet. Het heeft wel wat. Ik ben heel benieuwd naar dit bier. Ik bedoel, de La Trappe Droepel is geweldig. Ik heb mijn mening over Brewdog ook wel eens laten weten. Okay. Hij knalt in ieder geval niet, dat is altijd goed. Laat een bier met kurk nooit knallen. Want als je hem laat knallen, dan... Oh, dit is grappig. Dit kan nog even duren. Wat de hel? Oh nee, hij komt. Als je hem laat knallen, verlies je... Dat is met champagne. En champagne is heel stoer, hè, als die knalt. Oh, wat zijn we happy. Al ons koolzuur is weg. Koolzuur is een smaakdrager. En je koolzuurhoudende drank heeft geen smaak meer. Keep your head in the game, people. Niet laten knallen, gewoon voorzichtig laten ploppen. Even kijken dat hij niet gaat gushen. We hebben een bier. Oké, we gaan een beetje inschenken. En zoals ik al zei, dan ga ik hem even een curve erop doen. Hij schenkt qua kleur precies wat je wil verwachten van zo'n quad. Hij is relatief actief zo te zien in het koolzuur, want zelfs met voorzichtig schenken... krijg je een relatieve schuimkraag, zoals jullie kunnen zien. Ik ga even dat stoppertje erop doen waar ik het over had. Zodat ik hier straks lekker van kan genieten. Het is een wine saver. En waar je ook mee kan schenken. Maar voor zoiets als dit is die ook ideaal. Moet je zien. Tadaa! Hij is afgesloten, dus kan ik hem nu aan de kant zetten. Kan ik er straks lekker verder van genieten vanavond. Want het is nu bijna 3:30. Je zou door de belichting misschien denken dat het later is. Maar goed, het is vandaag 12... december, dus licht is wel een dingetje aan het worden. Het is niet super helder meer buiten. En de zon is al wat aan het zakken. De kerstboom helpt een klein beetje. We kijken even naar het bier. Echt zo'n mooie, ja, wat zullen we het noemen? Midbruin.
Rode gloed erin. Beetje van dat eiken, mahonie. Hij ziet er heel mooi uit in het glas. Goede lezing ook als je hem zo draait. Dus dat is wel een goed teken. Mooie schuimkraag. Ik heb een beetje commentaar gehoord dat hij relatief actief zou zijn in dat koolzuur. We gaan het merken. Iemand zei echt veel te veel koolzuur. Als ik hem een tijdje laat staan, de fles open gehad. Een paar uur later terugkomen of de volgende dag of zo. Veel beter. Koolzuur is dus die smaakdrager, wat ik net zei, met te veel koolzuur. En hij vervliegt heel snel in je mond. En je verliest smaak. Het is een tricky balance die heel belangrijk is. Dus we gaan eens kijken of die hier te vinden is. Toevallig heb ik net van de week nog een gewone La Trappe quadruple gehad. Dus hij zit nog relatief in mijn hoofd. Om een beetje te vergelijken met wat deze versie gaat doen. Batch 21, nogmaals hartstikke bedankt voor het opsturen. De andere bieren komen op social media ook allemaal langs. Ik weet niet of ik ze allemaal ga reviewen. Maar dat komt sowieso via Instagram en dergelijke. Dat zul je ze absoluut wel langs zien komen. We gaan even kijken wat Practice What You Preach van La Trappe en BrewDog doet in de neus. Eigenlijk is het gewoon de La Trappe quadruple, maar inderdaad met een tikje anders. De citrustonen zijn misschien ietsje sterker. Beetje meer dat licht soort van confijten, zoetere citroen. Er zit absoluut wel een lichte extra tint. Kijk, ik vind die La Trappe quadruple is uit zichzelf natuurlijk een wat zoeter bier. Deze heeft misschien een tikje meer kruidigheid, een tikje meer honingtonen. Het is absoluut een iets ander bier. Ik denk dat het voornamelijk hier dat die prikkeling van citrus. En dan ga richting denken aan een beetje meer dat soort van zoete citroen, geconfijte citroen, sinaasappel. Een wat sterkere kruidigheid vanuit die honing. Eigenlijk zou dit een heel erg mooi kerstbier zijn geweest. Ik heb mijn kerstbier allemaal klaarstaan. Ik ben trouwens van plan als straks de belichting een beetje leuker is, even een leuke foto te maken voor Instagram. Met alle bieren die ik wil gaan drinken voor kerst. Dit is een leuk kerstbier hoor. Ik ga proberen deze te uploaden echt wel even een week voor kerst. Want hij is nog wel te verkrijgen. Ik weet dat hij bij ons hebben. We in de winkel ook nog een paar flessen staan. Grappig toeval dat ik hem dan weer krijg via iemand anders. Maar dat is allemaal leuk. Maar hij is nog wel te verkrijgen. Dit is een leuk kerstbier. Dit is echt zo'n mooi borrelbier. Weet je, mooi kaasplankje en dergelijke erbij. Dat zoete, dat verwarmende, dat kruidige, die sinaasappel, citrustonen. Dat honing. De honing, je ruikt echt wel honing. Het is niet iets dat ik me aanpraat. Het is niet dat je denkt, ik lees het, dus het zal erin zitten. Nee, het heeft echt tonen van honing. En dat mag natuurlijk ook als je honing als ingrediënt gebruikt. Al is het maar 0,5%. Het moet wel doorkomen. En voor de rest is het gewoon, en dit is alleen maar een positief teken. Ik wil hier niks negatiefs mee. Dit is gewoon een trap met roepel. En dat is alleen maar goed. We gaan even een slok nemen. Cheers. Ja, oké. Okay. Dat bericht dat ik langs zag komen, te veel koolzuur, is absoluut waar. Het bier vervliegt heel snel in de mond. Je hebt niet het gevoel dat je iets kan laten rondwalsen, want als je dat een beetje doet, door die koolzuur, alles bruist, vervliegt en is weg. Je hebt niet de kans om echt iets door je mond te laten walsen. Dus ik hoop dat die in de loop van de avond, als die een beetje staat, je kan hem hier, kan ik hem door dit te doen. Ja, dat kunnen jullie niet zien. Door dit te doen, kan ik dit openen om te schenken. En dat ga ik een paar keer, ga ik hem een beetje ontluchten, denk ik, in de komende paar uur. Dat ik hem vanavond kan drinken met wat minder koolzuur. En dan ben ik heel benieuwd, want nu krijg je een soort van geroosterd bruin brood. Bijna richting rogge. Er zit geen rogge in, maar het heeft bijna richting dat rogge pikantachtige dingetje. Blijft een beetje hangen. Je krijgt wat tonen van die honing. Een klein beetje sinaasappel blijft hangen. Ik heb het idee alsof ik ergens in de verte wat kruidnagel, koriander, kardemom, dat soort dingen een beetje in de finish krijg. Maar hij vervliegt inderdaad heel snel. En dat is wel jammer. Maar voor degenen die hem nog hebben staan, neem dit dus mee als tip. Ik schenk nu een klein beetje uit. Ga ervan genieten. En ik heb, nou, jullie kunnen zien, een behoorlijk deel. Eigenlijk het grootste gros zit gewoon nog in de fles. En dat is voor de rest van de avond. Dat is mijn genietbier voor vanavond. Of misschien tijdens het koken straks of zo. Qua smaken zit het helemaal goed in elkaar. Ik ga weer in herhaling vallen. Het is gewoon La Trappe quadruple. Met wat extra hoppige tonen.
En die toevoeging van die honing. Verwacht hier niet een of ander spectaculair nieuw bier. Wat ik misschien wel merk, is dat hij iets meer een soort van roasty toasty bitterheid heeft. Hij heeft een wat extra bitter randje. En het komt lichtelijk roasty toasty over. Wat ik krijg van bijvoorbeeld bieren die extra heftig en roast zijn. Nou zitten hier wel iets donkerdere malten, geroosterde malten. Niet gebrande malten, maar met een lichte roasty eraan. Want dat zie je wel aan de kleur. Maar het is net alsof hij zo'n soort bitterheid meeneemt. En een extra hop bitterheid. Wat wederom heel logisch is. We hebben het over een bier met Amerikaanse hoppen. Nou ja, wat dat dan, welke hoppen dat mogen zijn. Maar hij krijgt een iets hoppigere bitterheid mee. Misschien dat er wat meer bittering hops in zitten vanuit die Amerikaanse kant, wat je zo wil noemen, die wat meer bittere tonen mee kunnen geven. We hebben het hier niet over super bittere West Coast IPA niveau van bitterheid, maar gewoon een extra dimensie aan bitterheid die je niet zo snel terugvindt misschien in de standaard Latrap te droepel. En voor de rest is het gewoon een lekker mooi genietbier. Is het de beste kwadruppel die ik ooit gehad heb? Ja, de Latrap kwadruppel is en blijft gewoon goed. Het is misschien niet de beste kwadruppel ooit, maar het is zeker wel daar een van de allerbeste die er is. Omdat hij zo makkelijk te verkrijgen is, hij is makkelijk verkrijgbaar, hij is gewoon goed, hij is gewoon lekker. En misschien met die fair, het is wel een bier dat met een paar jaar vaak wat lekkerder wordt, dat klopt. Met een beetje leeftijd erop. Dit is denk ik ook wel een bier dat je best wel even weg kan zetten. Ik denk dat als die honing iets meer zijn kans krijgt om te doen en de bitterheid van die hop iets meer afzwakken. Heel klein tikje maar, dat hij dan net iets meer in balans komt. Maar het is wel gewoon echt een leuk, lekker bier. Alleen het is niet voor mij. Levels of. Snap je? Het is niet meteen dat ik zoiets heb van. Die noemen de Patria Vili Spiritus Sancti. Amen. Het is gewoon een fantastische, lekkere quadruple. Ja, en daar heb ik eigenlijk wel genoeg mee gezegd. Met alles wat ik eerder heb gezegd over wat ik van de smaak en dergelijke vind. Ik ga er gewoon nog even lekker van genieten. Ik moet wel zeggen trouwens, ik blijf nog steeds dingen proeven, maar na één goede slok. Dus dat zit goed in elkaar. En dat was hem wel voor deze review. Dus nogmaals, Batch 21, bedankt voor het opsturen. Want ik was wel heel erg nieuwsgierig naar dit. Ik zat me de hele tijd af te vragen, wat moet ik hiermee? Het is zo'n grote fles, ga ik hiervan genieten? Ja, hier ga ik wel van genieten. Dus bedankt voor het opsturen. En onder in de omschrijvingsbox doe ik even een link naar patch21.nl en een link met de kortingscode. Een link naar alle social media, een link naar de Dutch Beer Collective. Ik weet dat Remium volgens mij gereviewd heeft. Misschien moet hij nog online komen. Tegen de tijd dat jullie dit zien, kan het zijn dat hij hem al online heeft. Link naar al mijn social media dus. Link naar de Dutch Beer Collective, link naar mysterybeer.nl. Laat wat comments achter als je dit bier gehad hebt. Wat je algemene meningen zijn over Latrap en Brewdog. Quadruples, wat is je favoriete quadruple? Zoiets. En ik zie jullie wel bij een volgende review. En tot dan. Proost.